Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken en dit keer met jullie een blik werpen op Wondrous Creatures, uitgegeven door DSV Games. Dit is een spel voor 1 tot 4 spelers waar je een 40 tot 80 minuten mee bezig bent. En zoals de titel overklapt gaan wij een collectie van wonderlijke creaturen verzamelen in ons eigen reservaat. En daarvoor gaan we onze workers en kapitein op pad sturen om de wereld te ontdekken en daar de beestjes vandaan te halen, alsmede de resources om ze te lokken. Daarmee proberen we zoveel mogelijk punten te verzamelen en degene met de meeste punten wordt de winnaar van het spel. Dus laten we maar eens een blik werpen op wat er allemaal in de doos zit. Het spel is van de hand van C.W. Jong en wij krijgen de spelregels in het Nederlands en de regels op zich zijn prima weergegeven. Duidelijke structuur met wat voorbeelden erbij. Makkelijk om iets terug te vinden, wat ik altijd belangrijk vind in een spelregelboek. En achterin nog wat uitleg van de gratis acties, het einde van het spel. Uiteraard de solo modus en een legenda van de verschillende kaarten en effecten. En een reference op de rug. Verder krijgen wij het marktbord waarop de Wondrous Creatures, eieren, schepnetjes en energie liggen. We krijgen het hoofdbord wat dubbelzijdig is. Waarop we de kaarten leggen waarmee we extra punten kunnen verzamelen. En het eiland waar we resources vanaf halen. Dat is natuurlijk groter afhankelijk van de hoeveelheid spelers. Scorespoor eromheen. Verder krijgen wij de componenten voor elke speler in zijn of haar kleur. Workers en inktpotjes. Een aantal algemene componenten die we nodig hebben. De trofeeën. De opdrachtkaarten. We krijgen de schepnetjes. We krijgen een heleboel Wondrous Creatures die allemaal heel mooi artwork hebben en speciale eigenschappen waar we natuurlijk leuke combinaties mee gaan proberen te realiseren. We krijgen het zakje met daarin de eitjes. Ook dat zakje ziet er erg fraai uit. En verder krijgen we nog bordjes afhankelijk van de hoeveelheid spelers. De kapiteins die we kunnen kiezen en de spelersbordjes zelf waar we onze resources, eitjes en bonusjes op bijhouden. Dat is wat we allemaal krijgen. Laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel aan het begin uit in mijn voorbeeld opgezet voor 2 spelers. Elke speler kiest een spelerskleur. Je krijgt de 3 workers in jouw kleur. Je krijgt 2 kapiteinskaarten waarvan je er eentje houdt. En dan krijg je de bijbehorende kapitein. En een van je workers heeft een magneetje. Daar kun je je kapitein op klikken. En die vormt zo een soort van ultieme worker. Met een speciale eigenschap. Alleen ja, in het begin van het spel is die nog met een slotje vergrendeld. Verder krijg je je 6 inkpotjes. Je resource markers die allemaal beginnen op niveau 1. En een schepnetje. En nog wat extra punten markers. En natuurlijk beginnen we op het scorespoor op 0. Elke speler krijgt 8 kaarten, 8 Wondrous Creatures om mee te beginnen, waarvan hij er 4 mag houden en de rest gaat naar de afleg. In het midden van de tafel leggen we het speelbord op de juiste zijde. Ik heb 2 spelerspel, dus ligt hij op de 2 spelerzijde. We schudden de Wondrous Creatures, 6 in de markt, de eitjes. In het zakje doen we een eitje of 5 eitjes van elk van de 7 creature types. De resterende eitjes liggen daar, alsmede de energie en de schepnetjes. We leggen de tegeltjes hier neer, 3 open in de markt, 10 overwinningsvaasjes. En we leggen een aantal goals neer. Speel je de eerste keer, wordt geadviseerd voor de algemene doelen nummers 1, 2 en 3 te spelen. Maar je kunt een selectie maken. En hier onderaan hebben we de multi-creature en enkel creature goals. Belangrijk is dat die verschillende creature types tonen. Dan gaan we nog wat starteieren in het spel brengen. Je schudt de eierfiches. Je pakt er willekeurig 2. Daar staan symbooltjes op, in dit geval de stip en de V. Op elke locatie met een stip of een V leg je een eitje uit de zak. Deze fiches schud je weer. En deze worden allemaal op de track gelegd met de startmarker op het eerste vakje, de zandloper. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te scoren. En daarvoor hebben we de tijd totdat de trofeeën die hier liggen op zijn. Nou, er zijn natuurlijk meerdere manieren om trofeeën te verdienen. Waaronder het voltooien van doelen. Maar ook als we te veel tijd verbruiken, komt de zandloper aan het einde. En elke keer als die op het laatste vakje zou stappen, dan wordt er een trofee verwijderd. Dus dat helpt met het inluiden van het einde van het spel. Maar zo zit hem op. Laten we maar eens wat wonderlijke wezentjes gaan verzamelen. We'll be right back.
We beginnen met de startspeler en met de klok. Mee zijn de spelers aan de beurt. De startspeler heeft een klein voordeel. Wat betekent dat de volgende speler één resource naar keuze extra mag pakken. Dus bijvoorbeeld twee paddenstoelen of whatever. De volgende speler twee resources extra. Derde, drie, et cetera. Maar als een speler aan de beurt is, voert hij één basisactie uit waarbij hij keuze heeft uit vier mogelijkheden. Ofwel het plaatsen van één van zijn of haar workers, of het spelen van één of twee kaarten waarbij je moet betalen voor de kosten, of het behalen van één van de doelen. Dan zet je één van je inktpotjes erop en je kunt elk doel maar één keer behalen. Dus bijvoorbeeld voor dit doel moet je in je reservaat drie groene wezens hebben. Als je later er vijf hebt, maar je hebt hem op drie al geclaimd, kun je niet ook nog een keer de vijf claimen. Dus even een timing dingetje. En het rusten. En met het rusten komen je workers weer terug naar je voorraad, zodat je ze opnieuw kan inzetten. Nou, laten we maar eens beginnen met de eerste actie. Het plaatsen van onze workers. Workers moeten geplaatst worden op ofwel het strand, ofwel in de bergen. Dat mag verder alleen maar op vakjes die vrij zijn. Dus als Googly Eyes hier al staat, kan ik niet zeggen, ik wil daar ook bij. Je moet lege vakjes gebruiken. En zoals jullie zien, de workers zijn vrij groot. Die beslaan twee vakjes, dus je neemt altijd twee hexagon vakjes om te bezetten. Als je een bergvakje raakt, of dat er nou één of twee zijn, dat maakt niet uit. Dan moet je altijd één resource naar keuze betalen. Dat wil ik nog niet. Om te kijken wat zinnig is, ga je natuurlijk de kaart in je hand bekijken. Want daarop staat welke resources je nodig hebt om ze te kunnen spelen. Dus in mijn voorbeeld heb ik vooral veel van die groene ananassen nodig. Dus plaats ik mijn worker hier bijvoorbeeld. Als je met je worker op een vakje gaat staan waar ook een eitje ligt, pak je dat eitje en doe je dat op de eerste positie op het bord. En je krijgt de bonus die eronder staat. Bruine zegeltjes betekent onmiddellijke overwinningspunten. Rode zegeltjes, zoals je die terug ziet komen op de opdrachtkaarten bijvoorbeeld. Of op de dierkaarten. Dat zijn punten die je pas aan het einde van het spel krijgt. Maar in dit geval zou ik één puntje krijgen. Dus ik pak mijn scoremarker en ik ga één stapje vooruit op het scorespoor. Het verschil tussen een worker met jouw kapitein en een gewone worker is in het begin nog niets. Zoals ik al zei, je kapitein begint met een speciale eigenschap die met een slotje is afgedekt. Pas als je je eerste opdracht voltooit, je eerste doelkaart behaalt, moet ik zeggen, dan pas gaat het slotje eraf. En dan krijg je de bonus die hier staat afgebeeld. Nou, die hebben we nog niet vrijgespeeld, want we zijn nog maar net begonnen. Als je je worker plaatst, krijg je de resources van alle vakjes die er omheen zitten. Dus in mijn geval 1, 2, 3 ananassen. Dus ik zet 1, 2, 3 ananassen bij. En de witte symbooltjes erin, die mag je activeren als je bereid bent een schepnetje in te leveren. Dus ik wil misschien nog een extra groene ananas. Die zal ongetwijfeld een andere naam hebben. Ik betaal een schepnetje en dan krijg ik nog een ananas. Je kunt een maximum van 3 schepnetjes hebben. Maar je kunt elk veld maar één keer activeren. Dus ook al zou ik 3 schepnetjes hebben, kan ik niet zeggen ik lever er 3 in om 3 keer een extra ananas te hebben. Ik zou deze 2 eigenschappen kunnen doen en dan houdt het op. Wat zien we hier allemaal afgebeeld? De 4 basis resources, dus de groene ananas, de paddenstoelen, het koraal en de bloemen. Hier op de hoek heb je schepnetjes en 3 punten die je daarmee kan verdienen. En terwijl we spelen kunnen er nieuwe tegeltjes in het spel komen die op watervelden geplaatst worden. Ook daarbij als je zo'n tegel plaatst op een veld waar een eitje ligt, pak je het eitje. En die geven weer extra resources en speciale eigenschappen die je met het schepnetje kan ontsluiten. Een belangrijk symbool wat je veel terug zult zien is het pakken van kaarten. Dat kan ofwel dit symbool zijn, dan pak je de bovenste kaart of kaarten van de trekstapel gesloten. En is het het handje met de kaart tussen de vingers, dan pak je een kaart uit de wildernis. Kaarten uit de wildernis zijn deze kaarten. En dat is gelijk het tweede wat je kan doen. In mijn voorbeeld heb ik recht op 3 ananassen. Daar kan ik voor kiezen om dan gewoon 3 ananas resources te nemen. Maar voor een ananas mag ik ook een kaart uit de wildernis pakken die overeenkomt met dat type. Dus hier zien we bijvoorbeeld 2
ananaswezentjes. Dus ik kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld van de 1, 2, 3, en ik heb een schepnetje ingeleverd, 4 ananassen, 3 resources te nemen en 1 kaart uit het aanbod. En datzelfde geldt dus als ik bijvoorbeeld paarse of gele of blauwe symbolen heb. Dan kan ik dus in plaats van de resource ook een kaart uit het aanbod pakken. Het aanbod, de wildernis genoemd, wordt pas aangevuld aan het einde van jouw actie. Dus je kunt niet 1 kaart pakken, aanvullen en dan weer een volgende. Dus daar moet je nog wel even rekening mee houden. Maar dat is het plaatsen van een worp. De tweede optie is het spelen van een kaart. Als ik een dier wil spelen, ga ik uiteraard de kosten betalen die hier links staan afgebeeld. Laten we zeggen dat ik graag deze wil spelen. De zogenaamde Kilfin. Die kost 2 groene ananassen en een koraal. En dat is een bliksem. Dat betekent dat op het moment dat ik hem speel, krijg ik de bonus die hier afgebeeld staat. En daarna doet hij niks meer. Aan het einde van het spel is die punten waard. Je hebt kaarten met een gele balk en de zandloper. Dat zijn kaarten wiens effect afgaat als je een rustactie neemt. Vandaar de zandloper. Dan heb je de paarse creatures, die hebben energie. Hier staat met hoeveel energie ze beginnen. En als jij voldoet aan deze eisen, mag je een energie betalen van dit creature om dit te doen. Staat hieronder uitgewerkt, daar ga ik niet te veel op in. En hier zie je nog eentje, die heeft 2 energie om mee te beginnen. En als je een energie afloopt, mag je het geel effect van een diertje gebruiken. En zo ga je natuurlijk combinaties maken. Dan missen we nog 2 kleuren. Dat zijn de rode. Die leveren extra punten op aan het einde van het spel. 1 punt voor elk vlindersymbool wat je hebt. Zelf ook al 2 symbooltjes. En de blauwe. En dat zijn permanente eigenschappen upgrades. Oftewel, elke keer als ik een kaart afleg. Hè, elke keer als je een kaart aflegt. Ontvang je een overwinningspunt. Nou, ook hartstikke lekker. Ik wil bijvoorbeeld deze kaart spelen. De Kilfin. Die kost mij 1 koraal. 1 achteruit op koraal, 2 groene ananassen. Ik speel hem, die zegt trek een kaart. En daarna ontvang je een schepnet als je 5 of meer kaarten op handen hebt. Nou, dat heb ik toevallig. Dus krijg ik lekker een schepnet. En die kaart is natuurlijk 3 punten waard. Nou, kaarten met een eenmalig effect, die kun je het beste op elkaar leggen. Zodat in ieder geval deze symbooltjes zichtbaar zijn. Want die heb je vaak nodig voor opdrachten. En deze terreinsymbooltjes worden soms ook getriggerd. Energiebeestjes leg je natuurlijk neer. Je pakt gelijk de energie die erop afgebeeld staat. En die leg je erop, zodat je die abilities kan doen. Kaarten met de gele eigenschappen leg je ook zichtbaar, want die wil je ook steeds weer terug zien komen. En datzelfde geldt voor de rode en blauwe kaarten. Dat zijn upgrades die je krijgt en die komen hier in wat het spel je reservaat noemt. Er is geen limiet, je kunt hier zoveel dieren neerleggen als je wilt. Maar dat is het spelen van een kaart. Nadat je 1 kaart hebt gespeeld, mag je eventueel nog een 2e kaart uit je hand spelen. Als je maar kan betalen. En dat is de 2e actiesoort. De 3e actiesoort is het claimen van 1 van de doelkaarten. Ik kan bijvoorbeeld proberen deze doelkaart te claimen. Die zegt, je moet blauwe en oranje diersymbolen hebben. En als je de 4 hebt, kun je deze positie claimen. 6 en 8. Nou, op dit moment heb ik 1, 2 oranje symbolen, 1 blauw symbool, maar ik heb ook eieren. Ik heb ook nog een blauw en een oranje ei. En die zijn nog intact, dus ik kan ervoor kiezen om die te gebruiken. En dan gebruik ik in dit voorbeeld bij de oranje. Als je hem gebruikt voor een doelkaart, dan draai je hem naar de gebroken zijde. Dat symbooltje wat erop staat, telt voor sommige kaarten aan het einde van het spel. Bijvoorbeeld die rode kaart die kijkt naar het aantal vlinders wat je hebt, dan zou deze nog wel meetellen. Maar voor doelkaarten kun je een ei wat in deze status is niet gebruiken. Want dan moet die klaar liggen en dan moet je hem naar deze zijde flippen. Maar ik flip hem naar deze zijde. Dan heb ik 1, 2, 3, 4 symbolen. Ik kies 1 van mijn inktpotjes om daarop te zetten. Elke positie kan er maar 1 bevatten. 6 punten aan het einde van het spel. Dit is mijn eerste doelkaart die ik behaal, dus mijn speciale eigenschap is unlocked. En ik krijg de bonus die rechts afgebeeld staat bij de inkpot die ik weghaal. In mijn voorbeeld is dat 1, 2, 3 overwinningspunten. Op het overwinningspuntenspoor zie je blauwe locaties. Op het moment dat je daar op of overheen komt, pak je 1 van de fiches uit de markt.
Die mag je plaatsen op een van de watervelden. Nou, laten we zeggen dat ik die hier neerzet. Zit er een ei bij, leg je die neer, krijg je gelijk de bonus die erop staat, et cetera. En je vult het marktje weer aan. Kom je op of over van die vakjes met een schepnetje, krijg je een schepnetje. Heb je 3 schepnetjes, dan krijg je het 4e schepnetje niet, maar in plaats daarvan een puntje. En kom je op de 30, dan wel op de 50, dan pak je een van de trofeeën. En ook bij deze actie, de trofee die ik krijg voor het plaatsen, die pak ik nu wel meteen. En dat is gelijk de klok, zoals ik al zei, die het einde van het spel inluistert. Maar dat zijn de 3 hoofdacties. Plaatsen van workers, voor zowel resources als nieuwe kaarten. Het spelen van kaarten, 1 of 2. Of het behalen van een doelkaart. En de laatste optie is het rusten. Bij het rusten haal je alle workers die je geplaatst hebt terug. Die leg je weer voor je neer. De loper gaat een veld vooruit. Als daar zo'n eiervisje op zit, draai je hem om. Je kijkt naar het symbool. Je haalt willekeurig eitjes uit de zak en je vult alle lege velden met dit symbool weer aan met nieuwe eitjes. En je krijgt de bonus van de positie. In dit geval krijg ik nog een schepnetje. Bij de 2e positie zie je een schepnetje en 2 vegertjes. Als je het veegsymbool krijgt, dan ga je een gedeelte van de markt verversen. De markt is verdeeld in een linker en rechterzijde. Voor elk veegsymbool kies je de linker 3 of de rechter 3 kaarten. Die gaan naar de aflegstapel en je legt weer 3 nieuwe neer. Bij deze vakjes zie je 2 van die vegertjes staan. Dat betekent dat de hele markt weggehaald wordt en er 6 nieuwe kaarten neergelegd worden. Dus dat is hoe dat veeg, dat bezemsymbooltje werkt. Daarna, als je rust, ga je kijken hoeveel kaarten heb ik op hand. Zijn het er meer dan 5 en heb je geen wezens die jouw handlimiet vergroten, dan leg je af tot je er nog maar 5 hebt. En tot slot ga je naar alle rust symbolen kijken op de dieren die je hebt. Deze zegt, ik krijg bij rust 1 bloemetje plus een bloemetje voor elke 3 bekers die ik heb. Nou, ik heb geen 3 bekers, dus 1 bloemetje is wat ik krijg. Maar dat kunnen van allerlei interessante eigenschappen zijn die je resources geven of extra kaartjes laten pakken, etc. En dat is de laatste actie waaruit je kunt kiezen, de rustactie. En zo zijn de spelers om de beurt aan de beurt en kiezen ze 1 actie. Plaatsen van een worker, spelen van 1 of 2 kaarten, het claimen van 1 van de doelkaarten of de rustactie. En gaan we vrolijk verder totdat de laatste trofee wordt weggepakt. Nogmaals, als deze zandloper op het laatste vakje komt, dan wordt er 1 trofee gewoon uit het spel gehaald. En zo gaat de klok ook sneller. Als de laatste trofee weggepakt wordt, maakt de huidige speler, dus degene die het veroorzaakt, zijn of haar beurt af. Alle andere spelers krijgen nog 1 beurt. Dan gaan we naar de eindscore. Voordat we dat gaan doen, er zijn 2 vormen van gratis acties die je altijd mag doen. Dat is het gebruiken van energie van dieren, hoewel je dat maar per dier 1 keer mag doen, ook al ligt er 2 energie op. In je beurt mag je 1 energie van elk diertje afhalen om zo'n ability te triggeren. En het gebruik van schepnetjes is ook gratis. Maar waar krijgen we aan het einde van het spel allemaal punten voor? Allereerst alle eindkaarten die je in je reservaat hebt. Dus dat zijn deze rode kaarten. Alle overwinningspunten van de dieren die in jouw reservaat liggen. Die tel je bij elkaar op. Alle overwinningspunten voor de doelen waar jij een marker hebt staan. 3 overwinningspunten voor elke trofee die je hebt weten te bemachtigen. En 1 overwinningspunt voor elke 4 resources, dan wel schepnetjes die je aan het einde van het spel nog hebt. Dat levert een eindscore op. En degene met de meeste punten is de winnaar van Wondrous Creatures. En zo wordt het spel gespeeld. De toegankelijkheid en de herspeelbaarheid van Wondrous Creatures zijn uitstekend. De regels in de basis zijn absoluut niet moeilijk. Je plaatst je workers om resources en kaarten te krijgen. Die resources gebruik je om de kaarten te spelen. Die kaarten geven je speciale eigenschappen en eenmalige bonusjes die jou weer helpen om je engine verder op gang te brengen en zo richting de doelkaarten te gaan om uiteindelijk flink punten te scoren. En dat is allemaal in een schitterende vorm gegeven. Je hebt heel veel verschillende dieren die allemaal interessante bonussen geven die in elkaar haken. Er zijn genoeg mogelijkheden om de markt te verversen en er wordt genoeg weggehaald zodat je altijd wel een aantal leuke combinaties kan weten te realiseren. Daar zit natuurlijk ook een klein geluksaspect in. Soms krijg je kaarten die
best wel makkelijk punten voor je scoren. Vroeg in het spel, dus die leveren je gedurende de hele game best wel wat op. En andere keren lukt dat misschien minder. Maar er zijn zoveel mogelijkheden om iets naar binnen te sprokkelen dat dat in mijn optiek over het algemeen goed uitbalanceert. En verder is de vormgeving heel tof. Ik vind het artwork van de dieren en de namen vind ik leuk gedaan. De verschillende kapiteins die je kunt kiezen. Je workers zijn prachtig vormgegeven. Je spelersbordje, het hoofdbord, het ziet er allemaal verzorgd uit. Daarnaast is het heerlijk om die combinaties te maken. Te kijken welke dieren liggen er, welke mogelijkheden biedt het bord. Welke doelkaarten zijn er en hoe kan ik daar het beste van maken. Hoe kan ik combo's maken dat ik tijdens de rust punten en grondstoffen naar binnen hark, dat ik dieren speel die vervolgens weer andere dieren triggeren, die weer extra punten opleveren en zo een lekkere combo maak. En dat is een speurtocht, een puzzel, een uitdaging waar iedereen lekker mee bezig is. Daar ligt voor mij persoonlijk ook gelijk het zwakkere punt van Wondrous Creatures. Je bent zelf ontzettend druk met het maken van de combo's, de combinaties, welke creatures zou je willen, welke positie op het bord wil je pakken, hoe wil jij die doelkaarten gaan scoren. Dat, zeker met 4 spelers, het me niet zo heel veel interesseert wat andere mensen aan het doen zijn. En op een gegeven moment liggen er ook zoveel kaarten dat het moeilijk is om dat overzicht te behouden. Een beetje hetzelfde probleem wat ik heb met Everdell en Ark Nova. Dit spel voelt een beetje als een solo spel wat je met elkaar kan spelen. De combinaties die je maakt hebben over het algemeen nagenoeg geen invloed op de andere spelers. Dus je bent vooral je eigen engine aan het bouwen en je eigen combinaties aan het verzamelen. En dat is super leuk om te doen. Maar je kunt niet zoveel doen in andermans beurt. Je bent afhankelijk van wat ze laten liggen, welke posities ze openlaten of wanneer ze gaan rusten en welke doelkaarten ze wanneer gaan scoren. Je kunt natuurlijk een beetje vooruitdenken, maar vaak moet je het, als je aan de beurt bent, even kijken wat de status quo is. En dan beslissen welke actie je gaat nemen. Zeker als je een groep hebt waar analysis paralysis wel eens een ding kan zijn, zul je daar in dit spel merken dat dat vertragend zal werken. Maar de directe interactie is heel matig. En dat is voor mij persoonlijk altijd een wat zwakker punt. Omdat ik graag met elkaar het spel wil spelen. En hier, zeker richting het einde, als er grote hoeveelheden creatures in de reservaten liggen, komt dat wat minder sterk naar voren. Neem niet weg dat het puzzelen en het knutselen en het verzamelen van al die dieren ontzettend leuk is. De variatie, de herspeelbaarheid is goed door de hoeveelheid creatures, maar ook door de verschillende kapiteins. En hoe het bord ontstaat en welke doelkaarten er worden neergelegd. En ja, ik vind de vormgeving heel erg tof gedaan. En dat alles bij elkaar maakt dat Wondrous Creatures heel goed in elkaar zit. Maar omdat ik interactie nou eenmaal erg belangrijk vind, slechts een 7 krijgt van mij. Spellen Zolder.